In dit filmpje vertel ik jullie meer over zoeken naar video's in Google. Ik geef binnenkort een presentatie over mediawijsheid. Voor die presentatie zoek ik nog een filmpje van een paar minuten over privacy en Facebook. Ik geef mijn zoekopdracht in en dan krijg ik allerlei types documenten. Maar om exclusief naar video's te zoeken, klik ik op video's. Ik vind nu allerlei films, maar daarbij veel lange films. Misschien wel films in slechte kwaliteit of zonder ondertitels. Het liefste wil ik ook een Nederlandstalige film. Ik klik dus op zoekhulpmiddelen. En zoekhulpmiddelen bij video is anders dan zoekhulpmiddelen bij afbeeldingen of bij web. Er zijn andere mogelijkheden. Eerst en vooral ga ik zoeken naar pagina's in het Nederlands. Ik was op zoek naar een kort filmpje, dus ik klik op elke duur. Kies voor kort, 0 tot 4 minuten. Ik heb liefst een filmpje van hoge kwaliteit. En ik wil een filmpje met ondertitels. Daarvoor ga ik naar alle video's. Klik ik op met ondertiteling. Ik zou nog kunnen filteren op de publicatiedatum van het filmpje door op elke periode een bepaalde periode te kiezen. Dat ga ik nu eventjes niet doen. Maar ik heb dus heel wat filmpjes gevonden over privacy en Facebook die ik kan gaan gebruiken in mijn presentatie.